Deze week in Willem Wever wordt er in de dierentuin een honderdling geboren. Professor Amito en ik doen een spectaculaire proef met brandblussers. En hoe is het om een echte radio-dj te zijn? Dan handen voor je ogen. Hoezo? Handen voor je ogen. Oh, Gassie, okay. Wie zit er achter me? Niemand. 3, 2, 1. Ogen open. Kijk eens van je. Oh, wat schattig! Dit is wat we wilden zien, want dit is Carlijn. Of Carlon, dat weten we nog niet. Want hij is pas, of zij is pas 7 weken oud. En dan kan je nog niet zien of het een jongetje of een meisje is. En Suzanne, jij wil iets weten over jonge dieren in een dierentuin waar we nu staan. Want wat wil je weten? Ja. Nou, als er steeds meer dieren worden geboren, raken de dierentuinen dan niet overvol? Ja, Jos, raken de dierentuinen dan niet overvol? Jij vraagt het je ook af. Ja. Ik zie het aan je. Maar we gaan het niet aan jou vragen vandaag, maar aan Mark. En Mark is dierenarts. Dokter Mark, hoeveel dieren worden hier per jaar geboren? Nou, dat heb ik eens nagekeken. Dat zijn ongeveer 200 per jaar. Zo. 200 per jaar. Dan controleren we het nog. Dus als we alles in gang zouden laten gaan, dan werden er misschien wel 500 geboren. Zo. Dus sommige dieren, daar doen we moeite voor om ze niet voor te laten planten. Of maar eentje per jaar of zo. Dus we plannen van sommige dieren de geboortes. We willen gewoon niet dat ze alsmaar gewoon blijven fokken. Sommige dieren hebben we ook te weinig van. En dan doen we alles aan om die dieren zwanger te krijgen. Okay. Bijvoorbeeld bij de tapier, bij de olifant, bij de gorilla's. Ja, Suzanne, we gaan vandaag echt alles te weten komen over geboorteplanning. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst even alle dieren tellen. Dat is voor jou ook handig, Mark. Tot zo. Nou, als je dat zou willen, dank je. 1, 2, 3, 6. Oh, dat is een mevrouw. Iedereen. Oh, 1, 2, 3. 2 zebra's. 1, 2, 3. Oh, ook niet heel veel, hè? Hierachter zit echt een heel bijzondere diersoort. Kijk eens. Niet stellen. Ja, heel zeldzaam. Heel zeldzaam. 3, zei het. 3, 4, 5. 6. Dit is een voorbeeld van dieren waar we echt moeten ingrijpen. Als we hier niet aan anticonceptie zouden doen, hè, dus tegen dat ze zwanger worden, dan zou er te veel komen. En dat kunnen we niet aan. Dus de groep, het verblijf is te klein. En dan zou er gevochten worden. En dus dan proberen we echt om hier heel bewust zo weinig mogelijk te doen. Hoe zorg je ervoor dat ze niet zwanger worden? Dan kun je verschillende dingen doen. Hè. Je kunt of het mannetje bij de vrouwtjes weghalen. Nou, beginpassees. Moet je eigenlijk wel een mannetje, want anders geeft het heel veel onder. Dat is de leider, hè? De leider. Die zorgt er een beetje voor rust. Je kunt zich ook castreren, maar ja, daar heb je geen echte man meer over. Dus dat is niet zo goed. Hebben wel hier één van de mannetjes gecastreerd. Je kunt de vrouwtje op de pil zetten. Nou, dat doen we dadelijk. Ik zie hier twee vrouwtjes, die krijgen de pil. Hoe heten de dames? Amber en Safira. Nou. Ik kom niet te dicht in de buurt, want ze vinden mij niet zo leuk. Waarom niet? Omdat ze weten, als ik in de buurt ben, dan is er altijd wat mis. En dan hebben ze de ervaring dat ze een pijl in hun bil krijgen en wakker worden met koppen. Wat doen ze dan? We hebben kogelen en het liefst met stront. Dit is hem dus, de pil. Die mag eruit. Ga je gang. Je appeltje. Maak je een gaatje in het klokhuis. Ja? Is dit nou dezelfde pil als de mensen gebruiken? Ja. Precies dezelfde. Die koopt gewoon in bij de apotheek. Gewoon bij de apotheek gehaald. Zo. Ja. Ik ga vergelijken, er is echt heel veel mensen die aan. Ja. Mag Suzanne hem zo aangooien of is dat echt een link? Nee, dit is echt een link. Wat is er gevaarlijk aan? Ze kunnen je pakken. Oké. En ik moet zeker weten dat zij hem krijgt en niet een van de anderen. Nee, dus het is heel belangrijk. Ja, dat is heel belangrijk. Begrijpen wij, toch, Suzanne? Ja, acuul. Dat was hem. Ja, dat was de verkeerde aan. Oh, is dat erg? Nee, op zich niet zo heel erg. Nou, ik ga nog een poging. Even een nieuwe halen. En nu in de banaan. Zo. Oké. Zo. Nog een keer proberen. Goed, nu de goeie, hè? Ja. Want we hebben niet altijd oud pilletjes. Ja, nou heeft Amber. Goeie? Nou heeft Amber. Heel goed, Amber. En ze heeft hem ook. Wat doen ze, Mark? Zijn ze kwaad op je? Suzanne, kom.
kom. Hij gaat gewoon zitten strom. Kijk, kijk eens, joh. Ik helemaal gestuurd. Aan de overkant. Nou, jullie hebben net pil gegeven aan Amber. Ja. Nou, we gaan nu naar Suna toe. Suna is een hele moeilijke chimpansee. Waarom? Want die komt niet zomaar binnen. Die accepteert heel moeilijk iets van medicijnen. Is heel achterdochtig. Dus Suna die staat op een implantaat. En dat betekent dat ze een heel klein staafje met hormonen onder de huid met zich meedraagt. En dat werkt 3 jaar. Zo. Dus wat ik nu dadelijk ga doen is een pijltje klaarmaken, een verdoverspijltje. Het is eigenlijk een hele kleine ingreep, maar ze moeten natuurlijk wel helemaal slapen, want chimpansees zijn levensgevaarlijk. Wat is er dan zo gevaarlijk aan? Als ik daar nou het hok in zou stappen bijvoorbeeld, dan overleef ik het absoluut niet. Nee, wat doe je? Nee, ze scheuren me helemaal uit elkaar. Echt waar, joh? Ja. Dit is mijn verdoverskoffer. Gelukt? Dat was eng. Wat vond je er eng aan? Ja, gewoon dat geluid. Dit is de hartslag. Oké. Okay. Ja? Suzanne, kun je het zien? Ja. Dit maakt gebruik van een hormoonstaafje. Kijk, dit is een ding wat eigenlijk voor dames wordt gebruikt. Het werkt dus bij mensen uitstekend. Nu kan ze dus 3 jaar niet zwanger worden. Ja, dat is wel handig. Ja, heel gewoon handig. Gewoon zo'n klein ding aan. Ja. Hoe voelt het? Het vet hard. Ik heb het niet verwacht. Nee? Wat voelt hard dan? Hoe dan? Ja, dat is goed. Heelt, hè? Ja, heel. Hoe was dat om te doen? Dat is een vet. Ja, heel bijzonder hoor. Een levensgevaarlijk beest. Kijk. De Inzingerschool in Soest. En we zijn niet alleen vandaag, wie toch? Nee, ik denk het van opa's meester Brandt, Ewout. Dan moet je in klas gaan redden. Kom, zoek de meester aan. Laten we maar wat proberen, ik weet het ook niet. Ja, is dit groep 7? Ja, meester daar. Groep 7, meester daar. Dit is een brandoefening. Jullie moeten nu naar buiten. Waar gaan we het over hebben vandaag, Mito? Nou, we gaan het hebben over hoe je een brand kunt blussen. Waar blust u nou, hè? Waar blussen? Nou, hiermee blussen we met schuim. We kunnen ook met sneeuw blussen. Met sneeuw? Met sneeuw. Met sneeuw. Ja, met sneeuw. Met koolzuursneeuw. Hoe koud is dit nou? Het is min 80 graden. Ja, het wordt gewoon sneeuw als het uit het apparaat komt. En ik weet er nog wel een leuk proefje over. Wat gaan we doen? Nou, we gaan een hele spannende proef doen. Het is best een beetje gevaarlijk. Ik heb hier meegenomen een heel klein koolzuurflesje. Koolstofdioxide zit daarin. En dat wordt gebruikt om bubbels in frisdrank te maken. Oh! Ewout! Moet dat nou weer zo? Oké, Ewout, let goed. Ik ga zo'n gaatje maken in dit flesje. Dan neem jij dit schaaltje en dat hou je boven het flesje. Ja, daarboven. Kijk. IJs. We hebben hetzelfde gedaan als de brandweer. Nu jullie, jongens. Wauw, ja. En dan leg je hem op het zwarte kartonnetje. IJs. Hoe is het? Groeien? Koud. IJskoud. IJskoud. Ja. Hoe verklaart u deze proef? Nou, in deze capsule zit een gas en dat heet koolzuur of koolstofdioxide. En dat zit hier heel erg samengeperst in. En zodra je daar een klein gaatje in maakt, dan spuit het er met kracht uit. En een gas wat meer ruimte in gaat nemen, dat koelt heel sterk af en dan wordt het ijs. Snappen jullie het? Ja! Ik snap het niet. Oké, dan wil ik het voor jou nog wel eens op de andere manier uitleggen. We kunnen natuurlijk ook een gas dat veel ruimte inneemt in een kleine ruimte persen. Blijven pompen, Ewout. Yes.
Oef. Die is warm. Hij is warm. Als je dus een gas wat veel ruimte inneemt in een kleine ruimte perst, dan wordt het dus warm. En als een gas wat helemaal samengeperst is, veel ruimte in mag nemen, dan koelt het heel snel af en dan wordt het dus ijs. En ik heb nog één leuk proefje. Met de deo. Ja, hij koelt al af. Hij koelt af. Naar 7 graden, 4 graden, 1,3, min 8. Min 16,3 graden. Zo, dat is koud. De proef is een beetje uit de hand gelopen. Ja. Nadat we met Willem Wever en met Amito ook bij jou in de klas komen, ga dan naar willemwever.nl. Tot volgende keer. We zijn terug in de dierentuin. De chimps hebben de pil gekregen, maar hoe zit het met de voortplanting van de olifanten? Tongtai is de moeder en Yindi. En dan hebben we nog Nicolai, dat is de stier. Nicolai is het mannetje. Nicolai is het mannetje, maar die is echt niet van ons, die is van Hannover. En die is hier gekomen om Tongtai te bevruchten. Hoe vind je hem eruit zien? Cool. Ja? Ja. We willen graag heel veel jonge olifanten hebben, zoveel mogelijk. Want jouw vraag was natuurlijk van wat doen jullie met te veel aan jonge dieren. Maar van olifanten kun je er niet te veel hebben. Deze olifanten zijn dus bedreigd. Het is de bedoeling dat er zoveel mogelijk gaan fokken. Dus straks wordt het mannetje bij het vrouwtje gezet. En wat zou dan de bedoeling zijn? Dat ze kindjes maken. Ja, toch? Ja. Klopt dat? Dat klopt. Daarom is Nicolai hier. Ja. Ja. Okay. Maar nu is het niet zo niet dat ze elke dag met elkaar vrijen. Dat doen ze niet. Nee, oké, maar ze doen het ook wel waar de baby en zo. Want hoe oud is die? Oh ja, 4 of zo? Ja, waar de baby bij is. De baby, dat interesseert ze allemaal niks. Oh. Okay. En dan mag ook veel op publiek staan als Tongtai echt in de stemming is. En dat is eigenlijk maar één keer in de 16 weken. Oh, ja. Dus dat is heel weinig maar. Dus een paar dagen laten ze zich dekken. Maar dan doen ze het ook een paar keer op een dag. En dat interesseert ze echt helemaal niets of het hier zwart staat van de mensen of dat Ginny erbij staat, dat doet er nog niet toe. En hoe merk je dan of ze in de stemming is? Ze met name met geurstoffen in de urine. Dat ruikt zo'n stier meteen. Die gaat er met zijn slurf ruiken en die steekt dat met zijn neus en die gaat onder de staart ruiken. En dat weet ze meteen. Zijn ze in de stemming? Nou, volgens mij niet. Nee, waarom niet? Er staat daar eentje en mannetje staat daar aan. Ja, nou zijn ze wel aan de sfeer. Ja, dit is hoe het moet zijn. Ja. Helaas, vandaag niet. Hey Suzanne Ewert, we gaan nu naar de tapir. Aya is drachtig. Oké. En dat weet ik omdat ik elke week bloed bij haar afneem. En daar bepalen we een stofje in en dan kunnen we zien of ze zwanger is. En niet alleen dat, als ik op een gegeven moment denk dat ze zwanger is, dan ga ik het echoen. Een echo heb je wel gezien? Ja. Tapirs zijn zenuwachtige dieren. Wat wij doen is we brengen onder hypnose. We laten haar slapen, als het lukt, met middel van borstelen. Dus een bepaalde flex en dan gaat ze echt helemaal... Dus, belangrijk is... Rustig blijven. Kijk, dit zwarte is de baarmoeder. En hier is het vruchtje. Hier beweegt. Hier is de navelstreng. Ziet het er goed uit? Ja, het ziet er prima uit. Ik ga proberen om het hartje te laten zien. Klok, klok, klok. Nou, je hebt echt geluk, Suzanne, want ze werkt heel mooi mee. Ja, we hebben een geboorte. Een wonderlijke ingestelde. Een wonderlijke. Ik ben heel benieuwd welk dier. Wat voor dier zou het kunnen zijn, je hoort in? Ja. Maar ik zie helemaal niks. Wel. Waar dan? Doe ik niet. Zie jij wat, Suzanne? Wat zie jij? Hele kleine beestjes. Waar dan? Wat zijn het? Oh, hier. Zeepaardjes. Oh, wat schattig. Het zijn net vanochtend geboren, die kleintjes. 100 zeepaardjes zijn dit. Hoe werkt het dan met de geboorte van zeepaardjes? Nou, heel anders dan je zou verwachten dan bij normale dieren. Het gekke is dat vrouwtje, zeepaard, legt de eitjes in de buidel van de mannetje. En dat mannetje bevrucht dan die eitjes en na 10 tot 14 dagen komen ze uit. Nou, zo'n honderdling, dat moet gevierd worden. Dat vind ik ook. Ja. Zeepaard is geboren, 100. Zijn dit meisjes of jongetjes? Allemaal. Nou, wat u wilt. Oké, ook voor alle jongens en meisjes.
Eetbaar. Ja. Dus, Suzanne, conclusie. Als er te veel van een bepaalde diersoort zijn, dan... Dan gaan ze niet fokken. Nee, dan gaan ze aan anticonceptie doen, zodat er niet meer komen, zeg maar. En als een soort heel zeldzaam is, dan... Gaan ze een fokprogramma maken. Ja, dan zorgen ze juist dat er meer komen. Nou, het lijkt me duidelijk. Laten we de overige 50 beschuitjes uitdelen. Gewoon, gewoon, gewoon. Het is nu dus 6:30 in de ochtend en we staan hier voor het huis van Tom. En wij gaan Tom vandaag verrassen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoi Tom. Ik reed de deur open. Ik ben Ewout. En toen stond er ineens Ewout voor de deur. Dat vond ik wel leuk. Wat wil jij later worden? DJ. Wat voor DJ? Bij de radio. Bij de radio. En jij maakt zelf ook al een beetje radio, hè? Ja, dat staat allemaal boven. Zo. Ja. Dit ziet er al uit als een echte radiostudio. Ik heb even ook mijn studio laten zien. En hij vond het wel leuk. Je hebt dus een internet radiostation. Ja. En hoe heet het radiostation? Radio Tom. Hallo, dit is Radio Tom. Willem even hier in de studio. En hoeveel mensen luisteren daarnaar? Soms... Zit maar even zachter. Soms luisteren daar 10 mensen naar. Ja. Soms geen. Ja. En soms... gewoon een paar. En Tom, wat vind jij zo leuk aan radio maken? Ik vind het leuk dat je voor mensen muziek kan draaien. Ja. En ook dat je mensen plezier kan doen. Nou hebben wij vandaag een verrassing voor jou. Jij wilt radio-dj worden. Ja. En hoe zou het zijn om eens een dag lang mee te lopen met een echte, professionele radio-dj? Superleuk. Nou, je kan vandaag alles vragen. Wij hebben namelijk geregeld dat jij vandaag een dag lang mee mag lopen met... Koen Zwijnenberg, ja? Van 3FM. Leuk. Kom, we gaan. Hier is het, Tom. Toch een beetje spanning zie ik nu ja, ook wel, hè? Ja, wel een beetje, ja. We gaan zo, daar gaat hij. Ja. Tom. Tom. Ik ben Koen. Hi. Je bent een beetje stil van, Tom. Ja. Dit is hem, daar staat hij. Ik heb een van de bekendste DJ's van Nederland ontmoet. Koen Zwijnenberg. Als DJ draait ook heel veel muziek, dat weet je. Want je hebt volgens mij je eigen radiostation hebben gehoord. Ja. Radio Tom. Nou ja, dan zoek jij je muziek zelf uit. Maar wij krijgen dat van pluggers van platenmaatschappijen. Komen ze met alle nieuwe muziek van dit moment. En nou ja, daar zitten we nu middenin. Dit is Tom van Radio Tom. Dus het is ook belangrijk dat jullie even aan Radio Tom presenteren. Want het wordt een groot radiostation. Ik plug op het moment John Helm. Hele leuke cd. CD's van Skunk & Nancy. Ken je die band of niet? Nee. Ken je de Prodigy? Ja. Ken je dat? Volgens mij wel. Dan heb ik ook nog de Heideroosjes. Oh ja, dat ken ik wel, ja. Goed zo. Nog meer? Ja. Misschien leuk voor jouw moeder, Katie Mellewaer. Misschien ook wel leuk voor mij. Welke doelgroep? Wel voor mijn leeftijd, ja. Ja. Een beetje lezen. Dat is een beetje ingewikkelde muziek, dat moet je een paar keer luisteren. Al meenemen. Al meenemen. Okay. Heb je nog meer cd's? Vind jij de Arctic Monkeys goed? Ik ken de Arctic Monkeys niet goed. Nee, ja, die zou je eigenlijk wel moeten kennen. Hij wil ze hebben. Hebben jullie nog cd's? Dat was hem eigenlijk. Ik denk dat jij een hele goede DJ gaat worden. Nee, ik ben heel scherp. Mag hij die cd's ook halen? Hij mag ze allemaal halen. Hoe kan je nou precies horen wat een hit is? Dat is niet uit te leggen eigenlijk wat een hit is. Want soms denk je, dan hoor je een plaat en denk je, nou echt, te gek weet je wel. Dit moet een hit worden en er wordt geen hit. En van een plaat waarvan je denkt, van nou, ik vind het eigenlijk helemaal niks. Dat wordt dan ineens toch een hit. Ja. Het heeft natuurlijk ook mee te maken hoeveel DJ's moet gaan draaien. Dus ja. Als jij dan ook nog wat plaatjes gaat draaien, dan helpt dat wel. Mag jij helemaal zelf bepalen welke muziek je draait? Ik zal er alles aan doen om geen plaat te draaien die ik leuk vind. Maar het is natuurlijk wel zo dat de ene plaat vind je net weer even wat leuker dan de andere. Ja. Nou, we gaan nu naar de wekelijkse vergadering van alle DJ's van 3FM. Ja. En het is eigenlijk heel speciaal, maar vandaag mag jij daar dan ook bij aanwezig zijn. Maar één ding, Tom, het is wel geheim. Goedemiddag. 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 Hallo. Tom. Hoi. Hallo. Oké, Tom, ga lekker zitten, zou ik zeggen. Het is wel een hele geheime vergadering dit eigenlijk, hè? Hey, houd stil, hoor, wat hier gebeurt. Ja, daarom moet de camera even weg natuurlijk, oh. Want... Niemand mag erbij aanwezig zijn, begrijp je? Ik vond het wel een klein beetje spannend, maar ik heb wel veel meegedacht. Dus dat mocht wel. Nou, wij weten wat de mega-hit gaat worden, maar ja, dat mogen jullie helaas niet zeggen. Het is alleen maar voor ons, hè Tom? Ja. Dit is BNN. Oké.
ziet er mooi uit, hè? Ja. Dat dacht ik. Veel rood. Veel rood, ja. Ja. Jongens, dit is hem. Tom. Hoi, DJ Tom. Dat is Sander, die ken je wel denk ik, hè? We zijn 's middags naar BNN gegaan. En daar hebben ze eigenlijk het hele programma in elkaar geknutseld. We beginnen met Erika Terpstra. Oké. 5:30. 5:30. Dan 5:10. DJ Tom. Tom, we vinden het in ieder geval natuurlijk leuk om jou voor te stellen aan onze luisteraars. En dat je wat vertelt over wie je bent en wat je doet. Weet je wel waar we het vandaag ook wel over hebben gehad. Nou, Tom, dit is Timo. Hi. En Timo is het hoofd van de 3FM radioschool, zeg maar. Dus mocht je ooit bij 3FM terechtkomen, dan zal je met hem te maken krijgen. Nou, zet de koptelefoon maar op. Test. Want als je nou lekker dicht tegen de microfoon aanpraat, zo. Oké. Dan klinkt je stem het allerbeste. Oké. Ik dacht altijd dat er wel zo'n afstandje af moest zitten. Maar hoe dichter je in de microfoon praat, hoe beter het eigenlijk klinkt, heb ik geleerd. Nou, dit is de microfoon. Die zet je met deze schuiven open. Die zit helemaal links. Ja. Dan kun je nooit vergeten waar die zit. Okay. Kijk. En als het goed is, kun je jezelf nu horen. Test. Ja, heel zachtjes. En nu? Nu hoor ik mezelf beter, ja. De microfoon doet het. Nu nog muziek uitzoeken, hè? Ja. Heb je een favoriete plaat die je wilt draaien? Ja, noem het Buiten D. Kijk eens aan. Daar staat hij al. Oké. Nou, als je nu deze schijf openzet, dat is cd-speler 1 in de computer, en je drukt op de onknop, dan begint hij met starten. Ik ben DJ Tom en dit is mijn favoriete plaat. Dat is Jan Noemen, Buiten D. Oeps. Oh, paniek. Stop. Hey, voordat we doorgaan, was dit goed of heb je een tip dat je denkt, nou... Nou, het was heel snel. Iets meer tijd nemen. Ja, gewoon lekker rustig, alsof je tegen een vriend of een vriendin aan het praten bent op een feestje of zo bijvoorbeeld. Oké. Okay. Ja, daar gaat hij. Dit is DJ Tom op Radio Tom. Dit is Janou met Bar The Day. So you gotta lose some pressure. Radio-dj's die hebben altijd zo'n mooie, diepe stem. Maar ik ben eigenlijk wel een beetje tevreden over mijn stem. Ja? Oh. Kijk. Dit is Radio Tom. We hebben een beller. Dag Tom, hallo, met Machteld. Ik wil graag een plaat aanvragen. Welke wil je horen? Nou, ik zou Marco Borsato wel willen horen. Nummer rood, vind ik mooi. Emotioneel, dat raakt me. Hier komt een verzoekplaat van... Machteld. Machteld. Van jouw lippen. Ja, was strak. De belangrijkste tip die ik heb gekregen was eigenlijk voor als je aan het praten bent, dat je niet iets te lang stilte ertussen moet zitten. Dit is de Black Eyed Peas bij Radio Tom. Herken je nou veel van jezelf in Tom? Ja, heel veel. Wat herken je? Nou ja, ik kan hier nog wel even mee doorgaan. Tom? Ja? Oh, iets lekker. Nou ja, wat ik merk aan Tom is dat hij ook, hij is natuurlijk heel jong. Ik was op zich ook heel jong toen ik zeg maar besmet werd met het radiovirus. Want dat moet je moet wel een soort van besmet worden. Je herkent snel genoeg of iemand het heeft of niet heeft. En dit is wel typisch een voorbeeld van iemand die het wel heeft. Volgens mij vindt hij het heel vervelend dat wij net zijn. Ja meneer, er worden allemaal leuke dingen over je gezegd. Ja, weet je. Hij ziet een talent in je. Oké, Tom. Zo. De Koen en Sander Show. Goedemiddag, welkom bij de Koen en Sander Show voor vandaag, woensdag 4 november 2009. 3FM. All for music. Hoe denk je dat het er achter die deur uitziet? Gaaf. Ja? Hoeveel knopjes? Nou, misschien wel 100. Ja. Of 1000. Ja. Het loopt een leuke editie te worden van de Koen en Sander Show vandaag. Ja. Jij bent de hele dag gevolgd, hè? Ik ben gevolgd, ja. Ja. Leuk, sterker nog, word nog steeds gevolgd. Door de WW. Door, nou, Willem Wever. Maar Willem dat is Wever. Toch een van de leukste kinderprogramma's op televisie. Ja. Hoe voel je dat? Ja, heel zenuwachtig. Ja? Waar voel je dat zenuwachtige gevoel? Hier en een beetje hier. Hij is 12 jaar. Wow. Hadden we het er al even over. Hij is radiomaker en vandaag is hij bij ons. DJ Tom. Hi Tom. Hi. En dit is het hoogtepunt. Hij is de gast in de Koen en Sander Show. Nou, als je wil, mag je een plaat uitkomen. 3FM. Tom de Groene. Nou, oh, dit is Lady Gaga met Pokerface. Daar man. Hi. Zo, Tom. Ja. Hoe was dat? Ja, cool. Ja? Ja. Hoe vond je het nou? Een dag als een DJ? Ja, vet. Ja? Ja. Wil je nog steeds DJ worden? Ja, heel erg graag. Wij gaan nog even terug naar binnen om deze dag echt af te sluiten als DJ. Komt Tom. En heel veel espresso zo. Krijgt hier eentje die zegt, Koen en Sander, jullie kunnen wel inpakken. Tom rules. Dat is mooi, hè? Ja, ik zou zeggen, luister naar Radio Tom. Tom de Groene. Willem Wever.